leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En waar ik normaal aan het einde mijn berichten doe, doe ik het nu eventjes in het begin. Ik heb de 11.000 gehaald. Woehoe, dank jullie wel voor jullie support. Wil je nou kans maken op een van die 5 cadeaubonnen die te besteden zijn online of in de winkel bij Coistra Metaaldetectors en IDC, dan moet je gewoon eventjes hieronder reageren. Dan maak je automatisch kans. Er loopt nog wat en dat is op dit moment bezig. Ik zit op het surfeiland in Aalsmeer. Niet de meest gunstige dag, maar ik rommel mijn eigen er wel tussendoor. En ik heb een bericht op Facebook en op Instagram gezet. Degene die als eerste bij mij is, wint mijn persoonlijke Quest X5. Dus niet een hele nieuwe, maar gewoon mijn eigen detector. Die ga ik weggeven. Hoe leuk is dat? Leuke actie toch? Ik ben gek op mensen blij maken. Dat maakt mij blij en zo is iedereen blij. Voor de rest ga ik gewoon een beetje zoeken. Ik verwacht niet te veel, maar ja, ik moest toch even een video maken waaronder jullie zouden kunnen reageren om te kunnen winnen. En dat is dus deze. Een hele gekke video zal dit worden, denk ik. Ik weet het niet. Nou, zijn het niet heel veel treklipjes, is het wel een sleutel. Dat is ook niet de meest interessante vondst. Kijk, ik moet die Quest X5 natuurlijk wel weer terugverdienen. Ik kan hem wel weggeven, maar ik moet hem ook terugverdienen. Een eurotje. Nou ja, terugverdienen. Waarschijnlijk ga ik straks weer een ijsje halen voor Daniel. Dus dan heb ik weer niks. Ja, hartstikke leuk. Er kwam net iemand op het strandje gerend en die zegt, ben ik de eerste? Hey, ja hoor, die is de eerste. Tenminste voor de vriend, want die ging de auto parkeren en die komt er nu aan. Dus we hebben een winnaar. We hebben een winnaar en ik ga de Quest X5, mijn eigen Quest, ga ik weggeven. En ik hoop dat ik iemand er blij mee maak. Ik ken hem niet, dus ik ga hem eigen even netjes voorstellen. We gaan even kijken. Je bent de eerste. De eerste? Je bent de eerste. Nou, je bent de tweede, maar de eerste was uitgesloten van deelname. Dus die... Ik ben Ruud. Hey, Dave. Dave, mag ik je filmen? Tuurlijk, dat ja? Mag van mij. Je bent de allereerste, dus... Het is ongelooflijk, hè. Dat is hem. We zijn helemaal op vakantie hier naartoe gekomen. Komt ja, jullie zijn... Dus ja, je komt uit Eindhoven, hè. En dan hier de geluk pakken. En je zat in Spaanwouden en je zag het bericht. Ja. En toen zijn jullie gaan de auto weer gesprongen. Eigenlijk was de planning eerst iets anders gaan doen met de vriendin. Ja. Waar we eigenlijk samen naar een outlet gaan, zeg maar. Ja. En toen zei ze uiteindelijk, ik zie hier iets van een filmpje die ik altijd bijhoud. De Toy Soldier, ik kijk altijd, maar zij wist niet waar de Toy Soldier was. Nee. Dus ik had het even laten zien precies. Toen zei ze, oh, daar moeten we naartoe, dat is hier dichtbij. Ik dacht, verrekje, dat gaan we gewoon proberen. Dit is goedkoper als outlet. Dat is echt super. Ik ga straks eventjes een beetje wat ervan uitleggen en alles. Maar in ieder geval nu, hartstikke gefeliciteerd. Ja, en dat heb je te danken aan jezelf. Ja, want, en mijn vriendin ook, hè, support, hè. Ja, nee. Ik ben mee geweest, hè. Dus, weet je, ik vind het leuk. Ik heb nou de 11.000 subscribers gehaald. Ja, super gefeliciteerd. Dat vind ik leuk. Ja, tuurlijk. Maar dat is een support van jullie naar mij toe. Dus wil ik ook wat terug doen. Leuke filmpjes, ik geniet er elke keer van. Ik vind het echt leuk, want het is gewoon een nieuwe hobby. En, tenminste, ik heb het altijd al heel erg graag gewild. Ik heb vroeger ooit zo'n ding van de kijkshop gehad. Ja. Ja, het is een ding waar eigenlijk niks voor stelt. En toen vond ik het heel geweldig. Ja. Maar je hebt nog geen metaaldetector dus? Nee, ik heb toen ooit eens zo'n ding gehad, zo'n kijkshop ding, zeg maar. Oké. Okay. Oh, dus het is ook meteen je hoofdmetaaldetector. Het is meteen je eerste metaaldetector. Het is weer echt helemaal... Nou, top. Dan ga ik hem zo even uitleggen. En dan ga ik even vertellen hoe het werkt. En dan komen we er wel weer uit. Kijk, dankjewel. Helaas. Helaas. We hebben wel nog iemand die gekomen is. Maar de eerste is net weg. Ja, die kwam van ver. Die kwam van heel ver. Die is heel snel de auto ingesprongen en hierheen gereden. Ja, ik zag het pas een uurtje later. Dus ik dacht, oké. Ja. Nou ja, maar belofte maakt schuld. Dus ik heb wel...
de patches. De opnijpatches. Dan heb je niet, ga je in ieder geval niet met lege handen naar huis. Nee, en bedankt voor je support. Nou, het was een beetje een chaotische middag. Het werd op een gegeven moment heel druk op het surfeiland. En de winnaar, en er was er trouwens nog één, zijn gekomen. En ik heb gelukkig iemand blij kunnen maken. Want dat vind ik leuk. Helaas voor alle mensen die of te laat waren of niet gekomen zijn of naast de bootpiste. Maar nogmaals, als je onder deze video, deze, reageert, maak je nog steeds kans op een van die 5 cadeaubonnen te waarde van 50 euro. En die kan je besteden bij bijvoorbeeld Koistra metaaldetectors. Die zijn ook online inwisselbaar. Dus je hoeft als je in Brabant woont niet helemaal naar Friesland te rijden om je prijs te verzegelen. Je kan ook gewoon lekker online shoppen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.